Ik was 12. Toen ik voor het eerst drugs ging gebruiken. Ja, cocaïne en pillen. Ja. Ik was zo onhandelbaar. Ik gooide mijn ding thuis. Ik maakte alles kapot. Ik was zo agressief. Ik had plashandjes. Ik maakte mijn familie kapot, mijn broertje en mijn ouders. In dit tweeluik van Aan de Bak vertelt de 21-jarige Jesmine haar verhaal. Als driejarige meisje zwerf zij met haar moeder over straat in Roemenië. Uit vuilnisbakken eten en op straat in een kartonnen doos slapen is voor haar het normale leven. Na veel omzwervingen wordt Jesmine op 8-jarige leeftijd geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Ze krijgt een liefdevolle opvoeding, maar de trauma's in haar jonge leven zijn moeilijk te compenseren. Jesmine heeft heftige gedragsstoornissen opgelopen en stuit het onder invloed van drank en drugs alle kanten op. Ze worstelt constant met haar verleden. Ik ben sinds mijn 0 tot mijn 3e jaar heb ik op straat geleefd. Bij mijn moeder, mijn biologische moeder en mijn broertje. Toen zijn wij op een gegeven moment op de kinderbescherming van straat afgehaald. Zijn we naar het ziekenhuis gebracht. Dat we zo slecht onder de voet waren. Zijn we in het ziekenhuis opgenomen. Het ging niet goed met mij en mijn broertje. En toen is mijn moeder weggegaan. Toen zijn wij in een kinderthuis geplaatst. Heb ik 3 weken bij mijn broertje gewoond. Ben ik overgeplaatst naar een ander kinderthuis. En daar ben ik zwaar mishandeld geweest. En als je niet vroeg uit bed was, had je ook geen kleren 's morgens vroeg. Liep je daar de hele tijd, de hele dag in je broertje rond. Dus heftige tijd. Kijk, dit is de foto die wij gekregen hebben toen wij bericht kregen dat we Jesmine zouden kunnen adopteren. Dus dit is de eerste keer dat u Jesmine op foto te zien hebben gekregen. En ja, daar is ze dus 3 maanden in Nederland. Ja. Ja. En ja, dit is echt wel een heel groot verschil. En ze heeft dus in het verleden, toen, doordat ze het zo moeilijk vond, heeft ze haar eigen fotoboek ook opgeschreven. Hoe lang geleden heeft u haar geadopteerd? Jesmine is hier 13 jaar, dus ze is in 1999 hier gekomen. En ze heeft zo'n beschadiging opgelopen doordat ze, dat ze eigenlijk in de steek is gelaten, zo voelt ze het zelf ook. Maar dat haar moeder haar eigenlijk achter heeft gelaten. En wanneer kwam u er dan achter dat zij in het kinderthuis ook mishandeld is geweest? Dat heeft ze zelf verteld. Deed ze het gewoon voor wat gedaan werd op de slaapkamer. En echt, dat zijn gewoon lijfstraffen zoals wij hier in Nederland vroeger ook kenden. Met stokslaan op de handen en als je begint te huilen mag je weer achteraan in de rij en dan krijg je nog een teken. En ook altijd wel de angst naar ons toe van als ze iets had gedaan en het goed was van oh, wat alsjeblieft niet boos. En als wij daar niet boos werden, dan snapten ze daar eigenlijk niks van. Ze in de broek geplaatst bijvoorbeeld en het bed was nat. Soms met lakens op de zoldertrap achter de dichte deur. Terwijl wij in bed lagen. En dan hoor je haar heel zachtjes huilen, dan ga je erin. En dan zeg je van nou, ben je dan niet boos? Natuurlijk ben ik niet boos. Kijk eens. Ik ben zo beschadigd en ja. Ik heb daar zelf een overgehouden hechtsproblematiek. Het is dat ik heel moeilijk aan mensen kan hechten die van me houden, zoals mijn ouders. Helemaal in het begin, die stoort ik af, word kwaad, ga ik mijn ding gooien, draai ik helemaal door, omdat ze toch te dicht bij me komen. Het voor zichzelf zorgen, hè? Niet toelaten dat jij voor haar wilt gaan zorgen. Dus er was vanaf het begin dat ze in Nederland kwam een hele doelbewuste afstand vanuit haar. Jij wilt haar overspoelen met al je liefde die je hebt, maar als het kind het niet kan ontvangen omdat hij niet weet wat hij ermee moet. Dan kun je heel veel willen, maar dan gebeurt er dus niks. Maar mijn moeder en ik hebben altijd boeien met elkaar. Als we elkaar zien, als er nou iets gebeurt. Ja, echt wel. We zijn, mijn moeder en ik, die... We kunnen heel goed discussie voeren. We verstoppen ook alle twee niet. We willen alle twee dan ook gelijk hebben. Houden van, voor mij betekent niks. Nee. Nee, niks, echt niks. Als ik verliefd ben, ben ik gewoon verliefd en dan vind ik iemand leuk. En ja, hoe die ander tegenover mij staat, die kan wel zeggen, ja, ik ben gek op jou. Ja, dat zou best kunnen. Dat hebben meer mensen gezegd en toch zijn ze altijd bij me weggegaan, ook in mijn verleden. Dus ik geloof daar niet meer zo gauw in die dingen. Totaal niet, dus. Doordat Jesmine in haar vroege leven geen enkele vorm van vastigheid heeft gekregen, heeft ze nu onder andere problemen met het vertrouwen van mensen. Jesmine wisselt daardoor regelmatig van vriendjes. Ze heeft veel turbulente relaties achter de rug. Haar huidige ex-vriendje is Kenny, op wie ze nog steeds verliefd is. Ik heb ook gezegd, ik ben ook van jou. Lul. Ja, ik ben ex. Hij weet niet. Ja. Ik was seks in een ballet. Serieus. Ik heb echt zo'n seks. Ik was ook zo uit jou toch? Oké. Ja, dat gaat elke dag zo, hoor. Ik kom zo. Hij vroeg zo aan mij, was wel goed bij elkaar? Vroeg hij. Ja, ik zeg joh. Zeg, ja, jullie hebben alle twee bolle kop. Vieze meloenkop. Ja. Ben jij niet knap? Dus ja, dat is heel wat anders dan dat je heel hooi krijgt. Maar ik vind het niet erg, ik vond het leuk om... Sorry, ik heb de glas vanavond. Maar we doen, wil mij doen. Ik heb ook gezegd, ik denk dat ik het leuker vind dan bediening. Je weet hoe gek ik ben. Moddersleep en zo. Ja, op mij toch? Ga ik met je mee? Wat is seks? Let maar op seks, wat er helemaal zo'n gekke documentaire op ons gedaan. Ja, ik wil niet hebben joh. Ik ben een hoer. Ik niet, ik ben een pop. Ik verkoop je dan. Maar interesseer me niet waar mensen van mij doen. Ja, dat komt jij achter, jongen. Ja, dat kan jij met die bestaan nog niet eens, jongen. Jij hebt al over hoeren, maar weet je dat ik al de hoeren heb weggebracht? Ja? Ja. Heb je wel wat verdiend, hè? Ja, goed. Dat is goed, toch? Kijk wat voor gesprek wij nou alleen al hebben gevoerd. Ja, ik heb hoeren weggebracht. Ja, en dan? Ja, maar wil je dat? En dan, hier, op dit bedrijf mag ik weer. Ik heb hoeren weggebracht, ga je dan? Schaat. Staat het op tv komen? Ja, en dan, we moeten tv zijn. Wat denk je dat? Mijn ouders dan niet weten dat ik hoeren heb weggebracht. Nee, dat weten ze niet. Dat is niet erg, maar weet je, dat sommige dingen die je verteld worden, worden misschien niet. Iedereen wil dat het op tv komt. Ja, je weet hoe ik ben, joh. Ik heb die schaat de hele deze pak. Kenny! Hey, zal ik je gewoon even pijpen, dan ben je stil. Oh, jij je mond nou vanavond, ja. Ga je me neuken? Ja, misschien wel wat spannend. Oeh, spannend. Ik ben niet een net meisje. Ja, ik ga sneller naar de drugs, ik ga altijd uit, ik ga met de verkeerde mensen om af en toe. Maar daar voel ik me gewoon fijn bij en mijn ouders, ja, snapt dat niet. Want ik denk dan meteen, ze gaat de verkeerde kant op, of gaat mij niet goed met haar. Als zij te lang met elkaar bezig waren, dan ontploft het. En dat is eigenlijk jaren zo geweest. Ik heb altijd gezegd, ik wil geen overbeschermde moeders zijn. Ze moeten door hun fouten ook maar leren dat bepaalde dingen soms niet goed zijn of juist zijn. Nou, wij hebben wel onze waarden en normen en die hebben we wel geprobeerd om mee te geven. En ja, daar gaat zij nu soms wel heel anders mee om. En ze heeft recht op haar eigen leven, dat vind ik ook. Maar oké, wij hebben soms van dingen ook wel heel veel verdriet. Ik maakte alles kapot. Ik was heel agressief, ik had plashandjes, ik had een grote mond tegen mijn ouders. Ik maakte mijn familie kapot, mijn broertje en mijn ouders. Die waren alleen nog maar bij mij bezig, mijn ouders. Ik had zelfmoordeigingen thuis. Ik heb ook al 3 keer poging tot geprobeerd. En ik liep altijd weg thuis. Ik was nooit thuis. Ik deed gewoon wat ik zelf zin in had. En heb je nog een drugs? Ja, ook. Maar daar vlucht ze in om ervoor te zorgen dat ze dingen vergeten. Dat ze er even niet bij hoeft te zijn. Dat ze even van de wereld is. Dan hoef ik daar niet meer geconfronteerd te worden. Hoe is jullie relatie nu? Dat lijkt me heel moeilijk. Ja, het is ook heel moeilijk op dit moment. Omdat er toch dingen gebeuren die ik als ouder gewoon afwijs. Ik wijs Jesmine niet af, maar ik wijs wel de dingen in haar gedrag soms af. En dat is ook wel heel moeilijk om dat te bespreken met haar. Omdat ze toch, vind ik, heel snel te beïnvloeden is als er maar verkeerde mensen op haar pad komen. Ja, dan is ze daar heel gevoelig voor. En eigenlijk vind ik dat ze ontzettend op de goede weg is. En dat zou heel jammer zijn. Wanneer het naar de andere kant op zou gaan. Sinds kort zit Jesmine in een horeca-leerwerktraject in Hengelo, waar jongeren met een verstandelijke beperking de mogelijkheid krijgen om allerend in een chic restaurant de opleiding van gastvrouw of assistent-kok te volgen. Samen met jobcoaches werken de jongeren aan dagstructuur en aan het ontwikkelen van basisvaardigheden die ze nodig hebben om aan het einde van het traject kans te maken op een betaalde baan. Dan mag je heel goed gaan kijken wat hier allemaal ligt. Dan zie je daar een tafel, daar ligt nog helemaal niks op. En dan mag jij die voor 4 personen gaan indekken. Ik heb ook liefst gewoon een normale baan. We willen wel werken in de maatschappij. Omdat we best wel laag worden aangezien door mensen. Omdat ze altijd denken, we willen niet werken. Maar we willen wel werken, maar we krijgen gewoon de kans niet altijd. We willen ook wel wat voor ons leven maken. Maar zolang het niet gegund is, kunnen we het ook niet. En dan blijven we gewoon in ons eigen wereldje zitten. Dat is makkelijk zaak. Dus dan zie ik alleen één dingetje zie ik verkeerd. Kijk eens goed naar hoe je dat hebt neergezet. Eigenlijk heb je de glazen boven de vork gezet. Dus eigenlijk moeten we het eventjes omdraaien. Dat hij van mes naar mes valt. Zie je dat? Dat is het verschil. Snap je? Ja. Dylan, ga je met de stad in? Ga je mee de stad in? Wie is er nog meer af? Er is niemand van plan. Nee, dat was het. Ga je mee? Kom op. We hebben het al vaak over gehad, over je competenties, beroepscompetenties en gedragscompetenties, zowel in je privé als in je werk. En wat je daar heel mooi mee kunt oefenen, is, met een mooi woord heet dat een SWOT-analyse. Dat is een Engels woord voor jezelf uit te zoeken. Van waar ben ik nou goed in en waar ben ik eigenlijk nog niet zo heel goed in. Maar wat kan dat voor elkaar betekenen? En Jesmine, wat vind jij moeilijk? Niks. En privé? Niks. Ik vind niks moeilijk. Je hebt niet ergens problemen mee dat je denkt van nou, dat vind ik echt lastig? Nee. Om over te praten? Nee. Of over na te denken? Nee. Of om te vertellen? Nee. Nou, dan ben je heel snel uitgeleerd, toch? Of niet? Ja, wat moet ik leren dan? Ja, dat weet ik niet. Waar kom jij hiervoor dan? Ja, voor mijn diploma en om gewoon werk te hebben, om geld te verdienen. Dat is alles. Oké. Maar wat heb je daarvoor nodig dan, om gewoon jouw geld te verdienen? Een baan, een diploma. Oké. Dus wat is jouw kans? Niks. Niks. Is jouw kans dan niet dat jij hier een baan kan krijgen? Ah nee, dus maar voor een jaartje. Dan word je toch hier weggetrapt. Dus dan moet jij er dus nu van alles aan gaan doen dat jij na een jaar niet weggetrapt wordt? Oh, oké. Ja? Is goed. Dan spreken wij dat nu af. Oké. Jan Maarten. Privé en werk. Ja. Toen jij vanmorgen opstond. Ja? Toen wist je dat je naar je werk moest. Hoe ga je daar dan mee om? In het weekend of zo, dan drink ik normaal wel eens een keer wat of zo. En dan hou ik daar wel gewoon rekening mee. Ik had niet de volgende dag er geen last van heb. Als ik naar school moet of naar mijn werk. En ja, je houdt eigenlijk met alles rekening. Jesmine, vind jij dat ook? Ik hoorde jou net op de gang al iets roepen van wie gaat er na de tijd mee de stad in? Ja. Ja. Maar hoe ga je daar dan mee om dat je morgen vroeg, volgens mij volgens de rooster, hier om 9 uur moet zijn? Als ik me helemaal kapot heb, dan kom ik nog op werk, ja. Mijn werk en privé hou ik gewoon gescheiden. En als er wat gebeurt in mijn privéleven, dan kom ik ook wel gewoon op werk. Okay. En ook al ben ik dronken of heb ik alles gehad. Okay. Maar je hebt voor jezelf daar een weg in gevonden om daar goed mee om te gaan? Nog niet helemaal. Oké, wat gaat er dan nog niet helemaal goed? Ja. Mijn drugsgebruik en al die dingen, dan merk ik gewoon dat ik gewoon heel vermoeid ben op school. En dat soort dingen. Okay. Je moet wat wel in je leven gedaan hebben. Of met de politie in aanraking gekomen of aan de drugs gezet. Maar ik vind als je dat niet gedaan hebt, heb je een saai leven. Ik heb gewoon over saai mensen die gewoon achter de boeken zitten en dat soort dingen. Ja, dat vind ik saaie mensen. Ga een keer wat jatten, weet ik veel. Maak het spannend. Ik heb gejat in de winkel met mijn vriendin. Heb ik Claire gejat en dan knapperij gehad. Daar heb ik voor opgepakt en heb ik ook net mijn taakstraf gedaan. Kijk, ze heeft een hechtingstoornis. Dus de pijn die ze gevoeld heeft in het verleden, die wil zij niet ervaren. Dus zij laat ons niet dicht genoeg bijkomen. En als je op een bepaalde manier in het gezin leeft, dan kom je wel dicht bij elkaar. Het benauwde haar enorm, waardoor ze eigenlijk soms heel boos werd. Eigenlijk echt onhandelbaar. En schoppen en slaan en schreeuwen. En dat werd eigenlijk met de dag werd het erger. Ja, we hadden toch wel een beetje het gevoel dat we met z'n allen helemaal kapot gingen. En toen hebben we gezegd van ja, Wat voor cursus moet je daar maken? Dat is eigenlijk geen cursus. He, je hebt haar hierheen gehaald, je wilt alles voor haar doen. Maar dat is, ja, dat is wel heel heftig. En op een gegeven moment hadden wij echt zoiets van, nou wij waren allemaal ziek. Wij, ook Jesmine was ziek, maar wij ook. Wat moet je dan doen? Nou, uiteindelijk is ze toch met crisis te deur gegaan. Ze heeft toch gezegd van, nou, we pakken door. Jesmine laat zich heel makkelijk beïnvloeden door foute vriendjes die haar nog verder in een neerwaarts spiraal trekken. Vanwege diefstal en agressie komt ze in aanraking met politie en justitie. Haar adoptieouders zijn ten einde raad en laten haar opnemen in een crisisopvanghuis. Maar ook daar krijgt men geen grip op haar. Hoe vaak heeft u dan op crisisopvang gezeten? Al 4, 5 keer. Toen kwam je de laatste keer hier terecht? De laatste keer kwam ik hier terecht, ja. Hoe was dat voor jou? Niet fijn. Ja. Is je hier dan wel te handhaven? Nee, ik was hier ook niet te handhaven, nee. Nee, hoe oud is zich dan man? Ook dingen kapot maken, niet luisteren, agressief tegen begeleiders, tegenover medewerkers, andere cliënten. Hoi! Goedemiddag. 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 Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Goed. Wat brengt jou hier? Hi. Ik kwam even kijken hoe het ging. Mijn oude slaapkamer. Ja, dat is jouw kamer, hè? Ja. Maar dan kwam Jesmine geregeld 's avonds dan door dat raam naar binnen. Ja. Via de regenpijp en het zonnescherm. En dan had ik daar een bureautje en dan ging ik daarop en dan 's avonds de raam dicht en ik ging slapen. Toen al de verleiding van de straat niet kunnen weerstaan. Ja, absoluut. Ja. Zonder meer. Ja, en dat was mijn voordeel vroeger. Maar goed, daar hebben we ook heel erg gesprek over gehad waar ze ook toen mee omging. En wat ze daar nu weer doet, dat is absoluut funest voor Jesmine. Absoluut. Ja. En dan wist je zelf ook drommels goed? Ja. Ja, hier ken je nog wel, hè? Ja, hier ken ik het nog wel, ja. En nou doe je 5 dagen in de week, dit leerwerktraject? Ja, ik doe 5 dagen in de week leertraject. Ik heb school op mijn eigen, waar ik werk heb ik ook school. Ja? Dus ik werk dan 2 of 3 dagen heb ik dan werk en dan de rest school. Maar je denkt wel dat dat samen gaat, die vriend waar je nu mee omgaat en waar ja, met die school en zo allemaal? Ja, dat zeker. Ik heb wel hele leuke vrienden en die mij ook wel steunen. En ja, ik ben niet zo van de mensen, net vrienden. Dat past gewoon totaal niet bij mij. Ik heb liever iets asociale vrienden die drugs gebruiken. Of... En drugs, waar moet ik me daarbij voorstellen? Een blootje of zwaardere spul? Ik gebruik heel veel cocaïne en ecstasy. Oké. Okay. Ja. De laatste tijd. En hoe zit dat? Wie betaalt er allemaal? Via vrienden krijg ik en via andere privéomstandigheden. Maar er zit verder geen dwang achter dat je die drugs moet gebruiken, zeg maar, dat de jongeren niet zeggen van... En als je nu een keer zegt tegen zo iemand van... Nee, het is gewoon... Ik ga weg. Het is gewoon mijn eigen beslissing. Ja, ik hoop dat je het goed gaat en hou de kop erbij. Dat zal ik doen. Laat zien wat je kunt en waar je toe in staat bent. Ik zal mijn best doen. Na 2 jaar waren ze eigenlijk daar met haar uitgewerkt. En toen hebben we eigenlijk ontzettend veel voorzieningen gebeld. Want ja, de zorgvraag die zij heeft is best wel heel complex. Om haar een plek te geven naar heel Nederland, nergens kon ze terecht. Nou, dan was je ook als ouder helemaal wanhopig. Maar hoezo niet? Zij was 15, 16 jaar. En dan is het toch heel moeilijk om een jongere te plaatsen. Omdat ze ook op verkeerde plekken terecht kan komen, omdat ze ook weer heel kwetsbaar is. Het heeft aan 2 kanten, hè. Uiteindelijk krijgt Jesmine toch een plek voor haarzelf in een wooncomplex... waar zij en andere verstandelijk beperkte jongeren hun eigen woonruimte hebben. Dag en nacht staan er hulpverleners standby om bij noodsituaties in te grijpen. Hier wonen? Ja, hier wonen. Dit is een 24 uur begeleidwonen. Ja, dit is 24 uur ga je wonen. Als wat aan de hand is, kun je gewoon naar de begeleiding en die zit hier verderop. En dan kun je vragen stellen als wat aan de hand is, komt per minuut naar ons. En maar waarom ben je hier dan geplaatst? Ik ben hier geplaatst omdat het veel beter was voor mij. Oh ja. De omgeving. En dat ik toch mijn eigen plekje had. Je zit hier wel goed. Ja. Allemaal leuke dingetjes. I love you. Heb je dat vaak gehoord, dat de mensen dat tegen je hebben gezegd? Ja. Ja. Ja? En heb je dat ook wel eens vaak teruggezegd? Ja, dat ook wel. Als ik bij jou ben, voel ik me beschermd en vertrouwd. Wat houdt het voor jou in? Je beschermd en vertrouwd voelen. Ken je dat gevoel? Oh, ik ga daar niet over praten of zoiets. Nee? Nee. Oké. Okay. Nou, wel heel bijzonder. Ja. Dus over drugs gebruiken en allemaal andere dingen praat je wel, maar altijd een beetje sentimenteel wordt het ingewikkeld. Ja. En dit is mijn slaapkamer. Zo, je hebt die flink huisgehouden. Is een beetje boos? Nee, ik heb nog geen tijd om af te ruimen. Oké. Je hebt het wat dat betreft allemaal niet zo heel slecht voor elkaar. Nee, dat klopt. Maar voordat jij begon bij het leerwerktraject, het Hengelo, heb je hier dus 2 jaar op de bank gezeten, zeg maar? Ja, ik heb 1/2 jaar bij mijn ex thuis gewoond en de rest heb ik hier. En ik heb alleen maar tv gekeken, een beetje schoonmaken de hele dag. Zolang ik maar de knapste ben, vind ik alles best. Oh, je bent ook wel cute. Oh, juist, Jesmine heeft eigenlijk een mooi iemand gevonden die ze maakt. Jongens, hebben we nou decoreerd of niet? Nee. Zal ik even kijken? Nee. Oké. Niet mijn vriendje afpakken, hè? Wie is jouw vriendje? Hij is mijn vriendje niet meer, maar we hebben nog steeds seks. Wie? Kenny. Kenny is van mij, dus niet aankomen. Die is van mij. Ik was stripjes geven voor Kenny in de bar. Nee, we wouden straks nog even zeggen wat zuipen in de stad. Hallo, hier sta ik. Hallo. Ik weet wel een ja, maar lief zou voor zijn. Flap uit. Ik ga met een sigaretje, nou, zit er niet liefde in. Nu alleen nog mijn neuken. Oh, je hebt een wilde plant vandaag al. Ik ga daar naartoe. Hoe irritant het is hoe vaak je neukt vandaag. Verkoop. Ja, maar ik gooi de rest knop en ik ga niet. Ik moet niet met jou praten. Nou, we hebben nu een aantal dingen gehoord van wat je belangrijk vindt in je werk. Waar je goed in bent, wat je nog een beetje lastig vindt. Nou, Jesmine is misschien een beetje een uitzondering die alles, nou, volgens mij wel behoorlijk op de rit heeft. Achteraf bleek eigenlijk toch niet zo te zijn. Als je ergens niet goed in bent, kun je 2 dingen doen. Of je laat het maar zitten, omdat je het toch nooit leert. Of je gaat er juist mee bezig. Of je gaat heel goed voelen. Wat kankerding. En je gaat trainen dat je wel goed kunt voelen. Hetzelfde geldt eigenlijk, kun je hier dan ook een streep tussen zetten. Dat zijn mijn kansen, dromen. Thank you. En wat vind ik moeilijk? Goed, Kenny, noem eens een zwakte. Ik kan nog niet zo zingen. Je hebt geen zwaktes. Ja, ik heb wel een zwakke punt, maar daar moet wel heel goed nadenken. Oké. Ik kan er wel een opdoen van jou. Ik zet er neer, als het waar is of niet waar, jouw planning in het weekend. Hoe voelde je vanmorgen? Heel gezellig van het weekend. Oké, dat is dus een... Zo zie je maar, en volgens mij moeten we dan ook richting de afsluiting van dit. Privé en werk kun je niet los zien van elkaar. Iemand nog een vraag? Nee, dat is wel duidelijk. Dat is wel duidelijk. Dan stel ik voor dat we even gaan roken. Of jullie gaan roken, ik niet. En dan zie ik jullie straks weer. Om haar verdriet te verzachten en haar pijnlijke trauma's van vroeger te onderdrukken, zoekt Jesmine haar vertier op straat en in het nachtleven. Zo vergeet ze alles en iedereen om haar heen. Vanavond is ze op stap met haar ex-vriend Kenny. U werd gisteren gebeld? Met wat voor bericht? Nou, met het bericht dat mijn dochter weg is en de spullen uit haar appartement heeft laten weghalen door mensen die ze waarschijnlijk kent. En vervolgens bericht gekregen dat ze haar bij de politie als vermist hebben opgegeven. Wat zegt dat u? Wat denkt u hiervan? Ja, dat het heel heftig is. En u heeft sindsdien, nu 2 dagen geleden, niks meer van haar gehoord? Nee. Nee, er is geen contact. Ik heb geen contact gehad. De instelling heeft geen contact meer gehad. En dat maakt het ook beangstigender. Die heeft haar poezen meegenomen, waar ze erg gek mee is. En dat vind ik heel beangstigend. Want als die poezen daar zijn, komt ze terug. En nou heeft ze ze meegenomen. En dat heeft ze nog nooit gedaan. Jesmine is nu al 3 dagen vermist. Haar moeder en de politie vrezen dat ze mogelijk ergens onder dwang wordt vastgehouden. Volgende week de ontknoping. Een historische dag in Egypte. Eerlijk gezegd, ik heb gehuild. Alle rokken boven de knie vindt hij porno. Ik ben zelfs 3 keer verkocht. Je gaat van de ene loverboy naar de andere loverboy. We gaan verder met Suriname. Ik ben trots op mijn Turkse afkomst, maar ik heb werkelijk niks met de Turkse staat te maken. Wat we nodig hebben, is dat we elkaar kunnen respecteren en elkaar kunnen begrijpen. Je weet toch? Ga dat in deze dagen maar uitleggen. De multiculturele samenleving is iets wat we nodig hebben. Dicht bij Nederland. Verhalen over onze kleine en grote wereld. NTR brengt cultuur, speciaal voor iedereen.